Mijn liefste, ik schrijf je van op één van de 26 forten van Antwerpen, bemand door Britse en Vlaamse troepen. De Duitsers zijn hun tocht naar het noorden nog niet gestaakt en hun artillerie heeft onze muren al hevig toegetakeld. Onze soldaten worden klaargemaakt om terug te trekken naar Gent. Bij een patrouille door Antwerpen ligt deze al veroverd. De straten zijn leeg en de huizen zijn stil. De bevolking is al naar het noorden gevlucht om een onvermijdelijke overname van het Duitse Rijk te ontlopen. De Duitsers wonen zelfs zekerder, maar dit spreekt niet in hun nadeel. Nog niet.